De maat is vol. Zetten willen rotonde. Keizer Karelplein is niet de enige gestoorde rotonde van Nijmegen. En na 1 jaar oorlog in Oekraïne gaan de liefdadigheidsacties gewoon door. Voor inwoners van Zetten is de maat vol. Het kruispunt aan de Weteringse Wal en de Wageningse Straat is al jaren een levensgevaarlijke plek. Toen vorige week een 11-jarig meisje om het leven kwam op deze plek, zijn inwoners een petitie gestart. Boodschap: plaats hier een rotonde. We staan hier aan de Weteringse Wal in Zetten, waar afgelopen week een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden toen een 11-jarig meisje met een fiets is geschept door een automobilist. Dit is niet het eerste ongeluk dat hier heeft plaatsgevonden. Vandaar dat de gemeente ook aan het kijken is naar oplossingen. En ze hebben al iets gedaan door de wegen die de Weteringswal opkomen een bocht te geven. Zo komen de auto's met minder vaart de grote weg op. Dit is volgens de buurtbewoners echter nog niet voldoende. Zij hebben een petitie gestart die ondertussen al meer dan 1700 keer ondertekend is. Want zij vinden dat hier een rotonde moet komen. Dit zou veiliger zijn voor onder andere de fietsers en de automobilisten. Ik ligt er een beetje aan welke kant je op gaat. Maar mensen rijden hier best wel snel. Dus als je gewoon goed aan de regels houdt en een beetje oplet, dan vind ik het gewoon wel een prima kruispunt. Maar ze rijden hier wel snel. Ja, dat ik bijvoorbeeld net de vrachtwagen niet zag, dus dat ik net kon ontsnappen, zeg maar. Dat je vol op de rem moest, heb ik een keertje gehad. Wat kan er gebeuren om dat probleem op te lossen? Misschien hobbelplaatsen, dat ze moeten afremmen, maar anders zou ik het ook niet echt weten zelf. Door dat ze niet over de straat heen moet, maar dat je gewoon vanuit het fietspad gewoon door kan rijden ofzo. Dan blijven we nog even in het verkeer en gaan we naar het meest beruchte plein van Nederland. Het Keizer Karelplein. Het chaotische verkeersplein is wel vaker in het nieuws, zo ook afgelopen week. Cabaretier Peter Pannenkoek noemde het plein de meest gestoorde rotonde van Nederland toen hij eroverheen reed richting zijn optreden in de Schouwburg. De echte Nijmegenaar weet als geen ander dat de stad wel meer gekke verkeerssituaties heeft. Daarom hielden wij een poll hierover. Verslaggever Joyce Dijkstra staat op onze redactie met de resultaten hiervan. Uit ons onderzoek blijkt dat ook onder Nijmegenaren het Keizer Karelplein wordt gezien als de meest opmerkelijke verkeerssituatie met verreweg de meeste stemmen. Men vindt het vooral een chaotische rotonde waar het ieder voor zich is. Het moeten stoppen voor oprijdend verkeer zorgt vaak voor onduidelijkheden. Naast het Keizer Karelplein wordt vooral het Industrieplein veel genoemd als bijzondere verkeerssituatie. Dat is de soort rotonde tussen Stadsbrug, de Oversteek en de Energieweg. Het plein heeft rijbanen in een ronde vorm dat op een rotonde moet lijken. Tegelijkertijd loopt de Energieweg er recht doorheen. Vooral de rijrichting voor linksafslaand verkeer, in welke richting dan ook, is bij veel mensen vaak onduidelijk. Zo lijkt het alsof je vanaf de rechtdoorgaande weg linksaf kunt slaan, maar moet je in de meeste gevallen juist rechts voorsorteren om vervolgens met een rotonde situatie naar links te gaan. Ook het Taakhofplein wordt veel in negatieve zin genoemd als het gaat om verkeer in Nijmegen. De grote rotonde tussen Dukenburg en Lindeholt heeft veel weg van het Keizer Karelplein. In het midden van de rotonde bevindt zich een vijver waar inmiddels al menig automobilist een duik in heeft genomen. Hoe dit kan gebeuren en waarom het blijkbaar niet duidelijk genoeg is dat het om een rotonde gaat, is nog steeds onduidelijk. Maar dat het plein vaak het toneel is van diverse ongevallen, staat vast. Tot slot wordt ook het Steve Biko-plein genoemd. Opnieuw een rotonde, maar deze keer met 3 uitvalswegen. Het is de verbinding tussen winkelcentrum Dukenburg, de wijken Langvorst en Malvert en de brug naar de wijk Goffert. Het is een soort driehoek van doorgaande wegen met in het midden een draaiende vorm waar je in terecht komt als je de rotonde voor 2/3 deel moet nemen. In die draai moet men vervolgens weer voorrang geven aan het doorgaande verkeer. Vooral voor nieuwkomers is het vaak een onoverzichtelijke situatie. Naast deze bijzondere situaties is er ook nog de rotonde bij de universiteit. Een ogenschijnlijk normale rotonde, maar toch wordt deze als gevaarlijk beschouwd. Dat is vooral vanwege de grote hoeveelheid fietsers die voorrang moeten krijgen van gemotoriseerd verkeer. Er gaan al een tijd geruchten over plannen om hier de fietsbaan en autobaan ongelijkvloers te maken, zodat deze verkeersstromen geen last van elkaar hebben. Toch is dit tot nog toe niet uitgevoerd. Zometeen in het RN7 regionieuws. Het is inmiddels 1 jaar geleden dat Rusland Oekraïne kwam binnenvallen
Maar dat wil niet zeggen dat de oorlog wordt vergeten. In de Nederlandse ziekenhuizen worden langzaam de contouren van een nieuwe coronagolf zichtbaar. Gelderse ziekenhuizen hebben moeite met het rondkrijgen van de werkroosters en moeten zelfs operaties afzeggen. Het Nijmeegse Radboud UMC zegt dat het een nieuwe golf zag aankomen en dat het extra mensen inzet. Het huidige zwembad De Plons aan de Houtduiflaan in Beuningen moet het nog 3 of maximaal 4 jaar volhouden. Als het goed is, komt het nieuwe zwembad aan de Ooigraaf in Beuningen in 2025 gereed. Wethouder Pascal Kobussen hoopt dat het lukt om het ruim een halve eeuw oude zwembad in de lucht te houden, zonder al te veel onkosten. Hij houdt wat dat betreft toch een slag om de arm. Bij het zandwin- en herinrichtingsproject Geertjesgolf in Winsen worden volgens directeur Herman van der Linden van Nederzand bijzondere ontdekkingen gedaan. Ze worden regelmatig resten van mammoeten opgezogen. Er hebben daar dus vroeger grote beesten rondgelopen en daar vinden ze nu de onderdelen van. Het is inmiddels al 1 jaar geleden dat Rusland Oekraïne kwam binnenvallen. Maar dat wil niet zeggen dat de oorlog wordt vergeten. Zeker niet door Maurits Klaver uit Puiflijk. Afgelopen jaar richtte hij de stichting Samen voor Oekraïne op. Iedere zondag verzamelt hij spullen in en probeert die 2 keer per maand weg te brengen naar de Oekraïnse grens. In 1 jaar tijd is het leven van Maurits compleet veranderd. Dank u wel. Vuilniszakken vol met kleding, voeding, speelgoed en medicijnen. Nog altijd krijgt Maurits iedere zondag tassen vol met spullen voor Oekraïners. Ik weet eigenlijk niet wat me echt triggerde, meer de echte behoefte om iets te doen. In eerste instantie wilde ik naar de grens rijden om een gezin op te halen en die hier veilig onderdak te kunnen bieden. Dat hebben we ook gedaan. We hebben hier 10 maanden lang een gezin in de staankerven op terrein opgevangen. Maar ik had eigenlijk al vrij snel zoiets van, ja, dat is leuk, hè? Dan vang je 1 gezin op. Maar er zijn er nog zoveel meer die hulp nodig hebben. En zo ontstond de stichting Samen voor Oekraïne. In 1 jaar tijd hebben allerlei vrijwilligers uit de regio zich aangemeld om Maurits te helpen met het verzamelen en wegbrengen van de spullen. In totaal hebben de vrijwilligers 16 ritten gereden en bijna 70.000 kilometer afgelegd. Zelf is Maurits in november voor het eerst naar de Oekraïnse grens geweest. En die reis verliep niet vlekkeloos. We hebben in Polen, dat was de eerste keer dat we met deze bus gingen rijden, bleek de achterband niet helemaal goed meer te zijn. We merkten wel wat onbalans tijdens het rijden, maar we hadden zoiets van, dat kan ook door de lading komen. En op een gegeven moment op de Poolse snelweg klapte de band eronder uit. Het gaf een schokgolf alsof de hele achteras eronder uit zakte. En toen, wat heb je toen gedaan? Nou, we hebben gelukkig de bus tot stilstand op de vluchtstrook kunnen krijgen. En dan met hulp van de wegenwacht, lokale wegenwacht, hebben we de reserveband eronder uit kunnen krijgen en dan eronder kunnen zetten. De klapband was nog niet eens het spannendst. Het was toevallig de periode dat er een aantal raketten in Polen terechtkwamen. Dus dat was nog best spannend, want we stonden kort voor de grens en mochten het land niet meer uit. We hebben echt wel hulp van het leger moeten hebben om het land überhaupt weer uit te komen. Dat was best wel pittig, maar dan zie je wel met eigen ogen waarom. Datgene wat wij doen, waarom dat zo hard nodig is. Ja, want als je daar bent, wat tref je dan aan? Wat zie je dan? Nou, wat mij heel erg bevreemde is dat mensen relatief ontspannen zijn. Ik denk dat wij Nederlanders die nooit een oorlog of dreiging van buitenaf hebben meegemaakt, dat niet kunnen begrijpen. Maar je merkt, het leven gaat gewoon door. Mensen zijn meer geïrriteerd dat de winkels weer dichtgaan omdat de luchtalarm weer afgaat. Het maandelijkse afreizen naar Oekraïne neemt natuurlijk al veel tijd in beslag. Maar ondertussen helpt Maurits ook nog andere gezinnen in de regio die Oekraïners opvangen. Heeft hij nog een eigen gezin, een fulltime job en zit hij midden in een verbouwing. Hoe combineer je dat allemaal? Slaap je nog wel? Verbouwing, dat zie je, dat loopt niet zo als we hadden gehoopt. Prioriteiten stellen vooral. Sociale bezigheden zijn wel een stuk minder. Probeer nog af en toe motor te rijden om een beetje te ontspannen. Ja, en voor de rest veel samenwerken, want er zijn heel veel mensen die iets doen en alles bij elkaar maakt dat je heel veel voor elkaar krijgt. Maar het is echt wel een fulltime baan. Dan kijken we even naar de social media. Gemeente Overbetuwe heeft op YouTube een video geplaatst over hoe men bezwaar kan maken tegen de WOZ. De gemeente roept op inwoners die klachten hebben over de hoogte van hun WOZ-waarde om zich te melden bij de gemeente in plaats van bij een extern bureau. Zij kunnen hen makkelijker en sneller helpen.
Busvervoerder Breng laat via Facebook nog eens weten dat er deze week weer landelijke stakingen zijn in het streekvervoer. Op dinsdag en donderdag wordt het werk weer neergelegd. De komende tijd zullen er nog veel stakingsdagen volgen, zolang er geen akkoord op tafel ligt. En de Nijmeegse Pophonden doet via Instagram een oproep aan beginnende muzikanten om zich aan te melden voor de Pophonden van dit najaar. De aanmeldtermijn verloopt woensdag. De Pophonden start jaarlijks in september in Nijmegen met tientallen optredens door de stad, waarna het festival ook andere steden zal aandoen. NEC heeft zondag een plek in het linker rijtje van de Eredivisie bemachtigd. Tegen FC Volendam kwamen de Nijmegenaren moeilijk op stoom, maar door de 3 doelpunten in de tweede helft kon de ploeg van Rogier Meijer de overwinning in de eigen goffert naar zich toe trekken. Rogier Meijer, na de 3-0 tegen Volendam, heb je genoten? Ja, ik heb wel genoten. Ja. Zeker de tweede helft. Heb genoten van het spel, genoten van het publiek en uiteindelijk van de doelpunten die we gemaakt hebben. Ja, dus het was een mooie avond. Ja, waarom valt het kwartje vanavond in één keer bij jullie ploeg? Nou, ik denk dat het gewoon te maken heeft met ook, dat je gewoon een doel kunt maken en dat er meer ruimte ontstaat. En dan valt er ook iets van je af als ploeg. En dan zie je ook dat we spelers hebben die gewoon goed zijn aan de bal en iets kunnen creëren. En, dat zag je eigenlijk ook een beetje tegen Excelsior. Hè? Als je scoort, dan wordt het allemaal iets makkelijker, krijg je iets meer ruimte. Nou, dat was vandaag ook zo. En, dat hebben we eerst zelf niet gedaan. Hè? Toen maakte het niet en de tweede helft wel. Ja, en dan zie je dat er wel iets zo staat. Ja, maar los van de goals, hè, mooie goals ook gemaakt vanavond. Ook mooie aanvallen die niet tot een doelpunt leiden, maar echt mooie aanvallen gezien. Ja, maar ik denk dat het ook op een gegeven moment iets van de ploeg afvalt. Hè. Dat je maakt het 2-0 en dan ontstaat er nog meer ruimte. En dan hebben we natuurlijk spelers die goed kunnen combineren en slim zijn aan de bal. En dan, ja, dan ziet het er goed uit. Dat geeft denk ik een goed gevoel aan ons en aan het publiek en dat is wat we willen. Ja, je gaf al een beetje aan, hè. Een beetje een ploeg die te veel wil draaien. Hè. Te veel wil blijven combineren. Iets minder geworden? Nou, ik denk dat we wel wat directer zijn gaan spelen in de laatste fase van het veld. Hè. Ook vandaag, soms in de opbouw hebben we ook de lange bal gekozen om diepte te maken. Hè. Dat zie je weer in het spel. En ook in de laatste fase zie je toch wel meer dat we wat sneller de voorzet spelen, wat sneller schieten. Ja, en dat het rendement dan niet zo hoog gaat, dat is mooi. Het was vandaag een heerlijke winterdag met voldoende zon en gelukkig bleef het droog. Ook morgen zal dat weerbeeld voortzetten. In de ochtend kan het nog een tijdje bewolkt zijn, maar in de middag trekt de hemel open en is het weer volop zonnig. Het is wel wat aan de frisse kant, zo'n 6 graden en de wind laat het nog iets kouder aanvoelen. De dagen erna zet het weer nog even door. Het blijft zonnig met af en toe wat bewolking. De temperatuur klimt een klein beetje omhoog, maar in de nachten blijven we met wat vorst te maken houden. Vanaf vrijdag wordt het weer iets wisselvalliger. Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe aflevering van De Streek In. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!